Niels, vooraf van de wedstrijd zei ik tegen je, je staat in de krant en dan verlies je altijd. Ja, wij hebben het laten zien dat het niet zo is. Als je 3-0 wint, heb je een goede wedstrijd geleverd, denk ik. Ja. Op een gegeven moment in de eerste helft dacht ik, nou die Wijndal en nog wat aandacht spelers van Heracles Zaandam. Het zijn wel klassespelers, maar jullie hadden het goed op orde in de verdediging. Ja, compliment naar de verdediging vandaag bij ons. Die stonden ijzersterk, kwamen er eigenlijk doorheen. Ja, uit vrije trappen en corners hebben ze wat gevaar gehad, maar voor de rest kwamen ze er niet doorheen, vond ik. We stonden ijzersterk. Vooraf hoorde ik zo links en rechts van, nou dat boerenploegje uit Medemblik, daar zullen we wel eventjes de oren wassen. Maar we laten zien dat in West-Friesland heel goed gevoetbald wordt, hè? We hebben het laten zien, ja. Dat is het belangrijkste. Dus volgende week moeten we het laten zien nu. Dat Kemper het eerste doelpunt maakte, maar dat bleek dus toch Jurgens te zijn. Jurre Woudenberg, ja. Die scoorde de eerste. Ja, ook een hele goede goal als je het mij vraagt. Inderdaad, neemt hem goed mee met zijn hoofd en schiet hem heel goed over de keeper heen. Ja. De tweede doelpunt van jou, die was ook klasse, hè? Ik nam hem op mijn borst mee inderdaad. Ook een steekbal. En ik schiet hem ook langs de keeper, ja. Schrijf het derde doelpunt is. Ja, derde doelpunt, de voorzet of een korte corner vanaf de tweede helft. En hij wordt kort genomen, en hij wordt voorgegeven en ik... spring eigenlijk in de lucht en ik kop hem richting de verre hoek en hij valt binnen, ja. Als je nou de hele wedstrijd bekijkt, dan kregen ze hun een rode kaart, omdat Jurre ook weer doorbrak. Was ze door Bijstra. En in ieder geval een rode kaart. Toen hadden jullie wel behoorlijk de overhand, want toen zagen we een aantal kansen. Nou, het had hier wel 6-7-0 kunnen zijn. Ja, uiteindelijk hebben we wel een beetje verzaakt om het uit te breiden. Maar we hebben het wel compact gehouden. 3-0 gewonnen is natuurlijk ook een goede uitslag, de 0 gehouden. En we hebben het wel verzaakt om uit te breiden, maar dat maakt vandaag niet uit. Winst is winst. Is er bij de technische staf ook een beetje gespioneerd bij de kermis en bij Limmen? Is er iemand naartoe? Ik heb geen idee vandaag. We moesten eerst de focus op deze wedstrijd. Dat klusje is geklaard, dus nu gaan we kijken naar volgende week. En er zal vast wel informatie binnenkomen of wat. En dan de tweede klas. Zijn jullie er klaar voor? Ik denk dat wij een selectie hebben die in de tweede klas wel mee kan, ja. We spieren 30. Nou, de Spartaan is eruit. Misschien SCW. Ja, een leuke competitie, zeker weten. Dan kunnen we daar weer, als het zover is, we moeten eerst volgende week nog maar het klusje klaren. Want dan sta je er pas in. Zover is het nog lang niet. De Spartaan is eruit. Is die er al uit? Oh ja, klopt. Ja, dat is jammer voor hun inderdaad. We moeten het volgend seizoen weer laten zien. En Medemblik tweede klas. Wat aan de beelden, hè? Dat zou leuk zijn, maar zover is het nog niet wat ik net ook zei. Ja. Het zou leuk zijn. Moet je er behoorlijk tegen aan de bak. Nou ja, Heracles Zaandam is nu uitgespeeld. Maar jullie moeten nog deze week aan de bak. De training wordt heel fanatiek van de week. Ik denk dat we dinsdag wat rustiger aan gaan doen. Wat rustiger als donderdag. Donderdag moeten we volle bak scherp zijn met de selectie training die we nodig hebben. En dan uitkijken naar zondag. Waar zal het gespeeld worden? Dat is ook nog niet bekend zeker, hè? Het zou op een neutraal terrein gespeeld worden, dus wij hebben ook nog geen idee waar het gespeeld gaat worden. Dat zal blijken morgen of overmorgen, denk ik. Vorige week bij Howard 65 tegen SCW, 1-1. En dan zie je die assistenten van de club zelf. Het lijkt af en toe wel Koninginnedag. Maar ja, vandaag kun je wel zien dat het heel goed gaat, hè, als er een neutrale assistent staat. Ja, dat merk je ook wel inderdaad. Als bij ons gewoon de scheidsrechters neutraal zijn en de grensrechters ook. Dan merk je dat wij ook scherp kunnen gaan staan als aanvallers. Want we hebben de snelheid voorin. En dan wordt niet elke keer afgefloten of gevlacht inderdaad als je weg bent. Wat wel, als ze hun vlagger meenemen inderdaad. Dan zou dat kunnen gebeuren, ja. Gisteren nog gekeken naar het Nederlands elftal? Nee, ik heb gisteren niet gekeken. Ik was naar de film toe. Okay, nou, er was ook een Turkse scheidsrechter. Vandaag ook een jongen met een Turkse naam. Ja. Maar het was wel een stuk beter als gisteren, hoor. Ik heb de samenvatting wel gezien inderdaad. Hij floot erg goed inderdaad. In het begin had ik wel mijn twijfels erover. Hij liet aan hun kant veel doorgaan inderdaad. En als wij een dealtje gaven of iets, dan was het meteen kort erop zitten. Maar uiteindelijk een goede wedstrijd gefloten mee eens. Hey, gefeliciteerd. Dankjewel.